Het stalen geraamte aan de Assendorpendijk in Zwolle, dat ooit een volautomatische parkeergarage had moeten worden, wordt gesloopt. Sinds dinsdagochtend is de knipschaar druk bezig de stalen balken één voor één weg te halen. Ook de zonnepanelen worden niet gespaard. Volgens eigenaar Joël van der Rijt is het kopen van nieuwe panelen voordeliger dan het demonteren ervan. De verwachting is dat de sloop zo'n 6 weken gaat duren.